Nou, links, goedenavond. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Waarom? Je zei toch dat we lopen? Ja, precies. Maar waarom begin je altijd met links eigenlijk? Ja, waarom begin je met links? Ja, dat is een keuze. Ja, dat is wel altijd zo. Met left, right, left, right. Ja, dat hebben er zijn de Engelsen mee begonnen. Maar die rijden ook links, hè? Oh, daarom is dat natuurlijk. Ja. Hè? Want je moet gewoon, die zaken moet je gewoon aan elkaar koppelen. Aha. Ja, die Engelsen, die doen dat zo. En die hebben daar ook wel een reden voor. Voor een Amerikaanse aandelentransactie van 10.000 euro waarom betaalt u bij rijden ze 59 euro bij Nee, mijn Mac ging eventjes denderen. Hoorde je dat? Bedden nog? Even wachten hoor. Hoe krijgen we dit voor elkaar? En dan zo weer terug. Zeg eens nog eens wat. Hallo? Ja, nee, dus dan ben je weer terug. Wie is nog daar? Ja, dit wordt echt een probleem. Even kijken hoe ik dit op moet lossen. Dan moet hier de sound moet aan. En dan kan ik deze aandoen. Dat is wel leuk. Dat is voor de luisteraars. Kijkeraars. Dat ze dan op de achtergrond de troonrede kunnen zien. De troonrede? Ja, hoezo? Op de achtergrond dan? Ja, precies. Als beeld. Ik vond het echt, ja, het beeld vond ik geweldig hoor. Gewoon, Ja, nee, want eigenlijk willen wij een eigen troonrede doen. Toch? Ja, dat lijkt mij een prima idee. Dat lijkt me een veel beter idee. Ik vind er zoveel positieve. Nou goed, maar jij werd ook iets van die glazen. Het gaat slecht met Nederland. Kom je daar naar Nederland? Nederland is niet vriendelijk genoeg naar die Turken toe. Ach, hoezo? Ze hebben van ons de veeboom overgegeven. Hallo. Ik probeer alleen maar een beetje sarcastisch te doen. Ik ook. Want ik ben die grote leider. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Ik ben die baas van die wereld. Zelfs die Russen kunnen er niks aan maken. Die Amerikanen ook niet. Nee. Want ik ben Erdogan. Ja, Erdogan, man. Dat is... Ik ben die grootste veroveraar van die wereld. Nou, ik vind, hè, als je de leider bent van een organisatie die ik weet niet hoeveel mensen heeft vermoord en je komt er gewoon mee weg. En dan heb je het dus niet over een miljoen of zo, hè? Maar meer richting 1.000 miljoen. Hè? En heb je allemaal kinderen verkracht en zo en allemaal economieën kapot gemaakt. En kijk, dan ben je de baas van deze wereld. Nee, maar daar zijn die Turken heel erg goed in. Nee, Jorge Bergoglio. Maar die zijn er niet zo goed in als Poetin. Poetin, man, die gaat toch ook gewoon op bezoek bij de paus. Nee, maar hoor je dit nou? Wat? Kijk, in de wereld veroveren, daar zijn de Turken goed in. Maar ze zijn niet zo goed. Ze zijn er niet zo goed in als Poetin. Wat is Poetin nou, man? Wat is het laatste wat Poetin heeft gedaan, behalve dat hij op bezoek ging bij de paus? En heeft hij toen zijn rechterteen gekust? Of de link van de paus dan, hè? Jij wil niet luisteren naar mijn metrum. Jij wil niet luisteren naar mijn metrum en mijn rijm. Ja, dat klinkt prachtig. Daar heb ik geen moeite mee. Nee, maar goed. Waar Erdogan ook goed in is... Huh? Ja. Daarin is Poetin beter. Dus als Erdogan... Hij is er wel goed in. Ja. Maar hij wordt toch verslagen door Poetin. Huh? Tada! Ja, maar ik snap de clue niet hoor. Maar... Oké. Nee, de clue zit hem in de rem. Ja, oké. Misschien heb jij nog nooit gehoord... Van, hoe heet dat mannetje ook alweer? Pumukel. Nee, inderdaad. Heb je nooit van gehoord? Nee. Nou, Pumukel was een kobold. Ja. En, was een kobold die, gelukkig had hij dan wel een menselijke partner, begeleider. Die zei van, ja, je moet wel uitkijken.
Maar Poepel zei, alles wat zich ruimt, is waar. Oftewel, alles wat ruimt, is waar. Precies. Nou, dat kun je niet volhouden, toch? Nou, er is een mooie van een kurk in je anus. Ja, kapitein Kurk blijft altijd drijven. Hey, een kurk in je anus, dat rijmt niet. Maar het dicht wel. Het dicht wel, ja. Hey, maar wat kan jij mij uitleggen? Ik dacht altijd dat we alleen maar een gouden koets hadden. En nu blijken we ook een glazen koets te hebben. Voor het geval dat de gouden koets gerepareerd moet worden. Daar hebben ze toch fucking het hele jaar de tijd voor. Oh nee, voor 8 jaar en ouder. Nee, maar fantastisch toch? Moet dat ding nou per se... Nee, want ik dacht namelijk eerder ook dat Nederland alleen maar koninginnen had. Mm. Maar af en toe hebben we dus ook koningen. En die gaan niet in de gouden koets, maar in de glazen koets. Oh, het is gewoon een hoax. Willem-Alexander die wilde gewoon in de glazen koets. En die heeft gewoon tegen de jongens gezegd die in februari wilden beginnen met het onderhoud. Van nou, doe maar even kalm aan. Wacht maar tot half augustus. Dan kan ik fijn in de glazen koets. Is toch net zo goed? Ja, dat maakt mij het uit. Die man mag ook gewoon in zijn Ferrari door Den Haag scheuren, hoor. Als hij maar geen bloembakken raakt. Nee, maar ik zou zeggen van... Nou, ik ben blij dat hij ervoor kiest om hoe dan ook in een koets naar het Binnenhof te rijden. Ja. Het lijkt me wel het minste wat we kunnen doen voor onze koning. Je gaat die man toch niet op de fiets hebben, op zijn driewielen met zijwieltjes? Dat kan toch niet? Jawel, dat zou eigenlijk het allerbeste... Op de koninklijke step, dat kan toch niet? Nee, dat hij gewoon op de fiets naar het Binnenhof rijdt. Van, hey jongens, kom op. Eigenlijk zou dat beter zijn voor de beeldvorming. Voor de beeldvorming hoe Nederland in elkaar zit. Ja, we kunnen niet eens een fatsoenlijke auto betalen voor onze koning. Ja, het gaat steeds beter met de economie. Ja. Ja, geweldig. Of is het die economy? Ja, wat is het verschil met economie en economy? Jij bent meer van Grieks dan ik. Nou, economy, dat gaat toch om... hoe heet die dingen? Emoticons? Oh, is dat zo? Dat wist ik niet. Ja, economy is gewoon van... ik ben een smiley. Ja. En ik ben geld waard. Aha. Ja, ja. Ja, dus of je dat gelooft of niet, is natuurlijk jouw zaak. Ah, of je er geld aan betaalt, dat scheelt natuurlijk. Ik was ook voor 2 dagen terug in de supermarkt en iemand kocht voor €5 staatsloten. Ja. Voor €5 staatsloten? Ja, zoiets. Of krasloten, weet ik wel wat. Krasloten, nou, dat denk ik eerder. Je kan net zo goed een potje maken en dan doe je gewoon €50 in. En dat potje heet vrijwillige belasting. En dat is gewoon maximaal €50 vanwege de verslaving aan belasting betalen. Dan moet je een beetje onderdrukken. En dan mag je gewoon wat geld in gooien. Ja, ik snap dat niet. Maar... Vrijheid van geld. Ja. Dat is een bepaald geloof dat die persoon dan heeft. Dat hij denkt van ja, God houdt van mij. Dus deze keer krijg ik wel een retour op mijn... Ja, terwijl het helemaal niet kan. Oh. Dus nou begin ik jou een beetje door te krijgen, Perry. Ach nee, nu al? Want je zegt de hele tijd dat jij wel gelooft. En volgens mij is dat helemaal niet waar. Volgens mij geloof jij er geen ene meter van. Nou, niet van die staatsloten. Dat zal je... Ik heb er vroeger aan meegedaan, maar dat was in familieverband met mijn moeder. En dat was een soort van gezellig. En dat je dan met z'n tienen allemaal een tiende lot gaat halen. Ja, en mijn moeder die kocht die loten. En dan belde ze ook heel enthousiast op. Van we hebben een... En dan kreeg je ook zoveel teruggestort op je rekening. Ja, alleen het werkt niet. Nee, op de lange termijn niet natuurlijk. Nee, vooral op de lange termijn niet. En dat is inderdaad een kwestie van kansberekening. Als je 1 keer meespeelt met een loterij, is de kans dat je wint of verliest
En winnen en verliezen is nog een punt van wat is dan relevant. Maar dat je een prijs wint of geen prijs wint, die kans is ongeveer 50%. Ja, waar het op neerkomt. Nee, maar als je toevallig een keer meespeelt, mm-hmm. ja, is de kans dat je iets wint. Mm. En bij de staatsloterij is dat bijvoorbeeld, als jij voor een tientje meespeelt, mm-hmm. Is de kans 50% dat je iets wint wat in de buurt ligt van 5 euro. Laat ik het zo zeggen. De staatsloterij. Het is iets kleiner natuurlijk. Want, Het is gewoon een business. Natuurlijk is het een business. En waar wordt die business van betaald? Van het geld wat idioten erin stoppen. Ja. Dat is heel simpel. Nou, en dan kan je over gaan nadenken hoeveel procent ze eruit kunnen peuren. Want als ze er te veel procenten uithalen, dan gaat niemand meer meedoen. Natuurlijk niet. Ze hebben een bepaald optimum en daar moeten ze op aanschuiven, de smalle weg bewandelen. En dan krijgen ze veel mogelijk opbrengsten. Maar? Wat? Ja? Ja, maar het is wel zo dat de meeste mensen geloven erin, hè? Dat ze een kans hebben om de hoofdprijs te winnen. Ja, die hebben ze ook. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja, ze hebben die kans ook wel. Alleen de meeste die... En die kans is ongeveer even groot als dat een meteoriet de aarde bereikt. Ik had een keer een leuke discussie met twee vrienden en die gokten allebei. Hè? Mm-hmm. Ik zei tegen hen, als jullie me nou allebei een tientje geven, dan ga ik met een dobbelsteen gooien. En één van jullie twee, die krijgt 15 euro. Dan heb jij altijd 5 euro verdiend. Ja, want ik ben degene die met die dobbelsteen gooit. Ik ben degene die de match organiseert. Nee, en zij betalen jou allebei een tientje. Ja, en één van beiden krijgt 15. Jij betaalt alleen maar 15 euro uit, dus je hebt sowieso 5 euro... Ja, natuurlijk. ...verdiend. Ja, maar wat denk je dan als ik hier in de supermarkt kijk? Er staat zo'n hele gokcomputer helemaal op internet aangesloten, met een printmachine erbij en typ, 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 typ. Wat denk je dat het kost? Dat is niet gratis, jongen. En wat ik die twee jongens aanbood, dat was echt een return value. Hè? Nee, maar van enorm. Dan heb je echt, dat is echt hartstikke leuk gokken. Maar zo'n winstuitkering heb je niet bij de staatsloterij. Dat ga je mij niet waar, maar dit is gewoon niet waar. Wat is een winstuitkering? Heb ik wel eens op 1 euro een tientje gewonnen? Ja. Dat is dus 1000% winst. Heb ik meegemaakt. Ja, dat is mooi. Ja. Ik heb op een geeltje gokken 250 euro meegemaakt. Dat is dus 1000 euro winst. En ik ben het allemaal weer kwijtgeraakt op dezelfde dag. Ja, het idee van het gokken is dat je het idee hebt dat je kan winnen. Ja. We kennen allemaal die, of jij en ik. Nee, een van de dingen is zelfs, want daar had ik het van de week over bij een eetje van mijn moeder. Uh-huh. Dat we vroeger naar de Westerbouwing gingen. Uh-huh. En daar gingen we Atari-spelletjes spelen, zoals Pong. Ja. En Pong speelt vals. Oh. Ja. Is heel gemeen, maar Pong speelt vals. En dat is omdat waar ze vals op spelen is ook heel typisch eigenlijk. Want ze hadden een analoge knop, ja, mm-hmm. waarmee jij speelt, ja. Of ik, ja, hoe je het wil bekijken. En de andere kant wordt bediend door een computer. Ja. Maar onze draaiknop had een flaute, een flaw, een gebrek. Mm-hmm. Die de digitale knop niet had. Waardoor, had die Atari het voordeel. Ja.
Ik snap het. En dan denk je van, nou, dat ding speelt vals, ik hou er mee op. Ja. Nou, het tegendeel is waar. Je wil gewoon toch winnen. Je wilt als mens wil je toch winnen. Ja. Dus wat doe je? Mm-hmm. Precies het tegendeel van wat je zou moeten doen. Ja. Want je zegt van, nou, ik wil winnen, dus... Ja. En dan gaat het allemaal mis. Oh zo, je kan er lekker pongen. Oh ja. Zolang ik weet dat, dat ik daarvan verlies, of dat ik een nieuwere versie kan downloaden, uh-huh, die niet vals speelt. Dat is ook wel belangrijk, hè? Uh-huh. Dat die nieuwere versie niet vals speelt. Maar zulke dingen heb ik aan mijn broek aan. Nou, wie niet? Want de kijkeraars, nou, die kijken nog steeds naar dat bloemstuk. En daar zitten meer dan 3000 bloemen in. Die zijn op de hand uitgezocht. Die bloemen 3000? Kost, ja, meer dan 3000. Meer dan 3000 verschillende bloemen? Nee, 3000 bloemen. En dan, ja, ja, oké. Okay. En dan, in verschillende groepen ingedeeld, denk ik dan. Ja, er zitten anjers in en pioenen. 100 anjers, 100 druiven, 100 margrieten, 500. Ja, je weet maar nooit hoeveel van al die bloemen er kunnen inzitten in een struis. Het gaat over een bloemstuk van 15.000 euro, denk ik. Ik vind het zo mooi dat die Mohammedanen, dat die dan het begrip islam, dat is een Arabische. Ja, en dat die ons vertellen van, kijk, jullie zijn islam. Hè? Wij zijn hieraan onderworpen. Wij willen een bloemstuk van 15.000 euro en een hoop gewauwel van een misschien, man. Misschien. En dan willen wij heerlijk. En dan willen we daarna naar de staatsloterij. Ach, oh, ik zie Geert Wilders. Hey. Dat kan jij nu niet zien, maar ik heb nu Geert Wilders in beeld. Geert Wilders was er. Wat zit ze haar goed? Oh ja, voor het eerst. Ja, een beetje. Dat ze haar goed zit. Hij is volgens mij van blondering gewijzigd. Hij heeft ook een beetje. Want hij wordt grijzer. Maar hij blijft een goede hairdo hebben, hoor. Nee, maar voorlopig heeft hij nog steeds dezelfde kapper. Ah. Als hoe heet die Amerikaanse gek ook alweer? Bill Clinton. Nou, Hillary Clinton, die ken ik ook. Ja, maar, dat is niet degene die ik bedoel, die andere. Mm-hmm. Hoe heet die dan ook? Trompet. Die andere gast met dat rare kapsel. Trompet bedoel je? Ja, trompet. Juist. Ja, als je dan zegt olifant, dat is weer zo beledigend, hè? Oké, dan noem ik hem vanaf nu gewoon olifant trompet. Olifant trompet. Of, nee, Donald trompet. Donald... Slurf, eigenlijk. Ja, het goede Nederlandse woord is gewoon, hij heet gewoon Donald Slurf. Ja. Kijk, de NSA, die kan dit natuurlijk, ze kunnen dit doorspelen aan de NSA, maar die kennen toch geen Nederlands. Nee, ze kunnen het gewoon niet weten. Nee, maar die gaan er uiteindelijk ook alleen maar om moeten lachen. Ja. Hoe hebben die gasten dit verzonnen? Ja, en dan moet je ook nog weten dat Perry Winkel... Ja, dat weet ik. Hey, Perry Winkel, ik weet wat jouw naam betekent. Slurfje. Lulletje roze water. Ja, precies. Ja, ja precies. Ja. Salamander, dikje. En je moest eens weten hoeveel vrouwen er geklaagd hebben. Van, je lijkt godverdomme een neger wel.
Ja, maar kijk, een van de dingen is... Oh, even terug. Nee, maar, ik zei G.V. Nee, maar Perry, laat me dit zeggen. Een van de dingen waarom ik je serieus neem... Ja. is omdat je een Perry Winkel bent. Ja, precies. Want, ja, verdomme. Hoeveel mensen kunnen dat waarmaken? Dat ze er eentje zijn. Maar wat vond je nou van Maxima? Ik vond dat Maxima het ontzettend goed gedaan heeft. Nou, Maxima is er natuurlijk ook zo'n ding, hè? Hij heeft een ontzettend lekker ding. Ja, nee, maar dat is ook zo'n ding van... Hoe heeft zij dat voor elkaar gekregen? Hoe heeft zij het voor elkaar gekregen? Ja, om koningin van Nederland te worden. Is toch best wel even iets waarvan je denkt van... Wow. Ja. Ik kan dat niet doen. Nee. Ik denk ook dat ik dat ook niet wil Ik weet zeker dat je dat niet kunt doen. Ja, moet je dat toch... Jij geen koningin, dat jij geen koningin van Nederland kunt worden. Want... Michael Obama. Daar moet je vrouw voor zijn, toch? Michael Obama is toch ook geen vrouw, of wel? Dus dat kan wel, maar... Ik heb alle respect voor onze koning. Ik wil gewoon geen gesodemieter over dingen die ik zeg. Ja? Kijk, ik heb wel medelijden met die rijkdom. Ja? Medelijden met die rijkdom? Ja. Oké, dan ben je een van de weinige mensen die dat begrijpt. Ja, ik vind het echt heel vervelend. Die bijvoorbeeld begrijpt dat de mensen die veel geld hebben... Mm-hmm. en die in grote huizen wonen... Mm-hmm. dat die ook veel geld nodig hebben. Ja. En ook in grote huizen moeten wonen. Ja. Want als ze dat niet hebben... dan zijn ze niet gelukkig. Ja. En die mensen die... Nou, met veel minder genoegen nemen. Nou, en die makkelijker tevreden zijn. Mm-hmm. Nou, die zijn makkelijker tevreden. Mm-hmm. En ze nemen met minder genoegen. Ja. Als je dan de vraag stelt, wie zijn de meest gelukkige mensen? Ja, dat is maar de vraag. Want ik weet ook niet of ik echt gelukkig ben. Nee, maar... Dat is een lastige, daar wil ik ook helemaal niks over zeggen. Ik wil alleen maar zeggen dat ik, als ik dit soort taferelen zie, met zo'n troonrede en zo'n echtpaar... Dat hoort er toch bij, toch? Ja, maar dat is toch zonde van je tijd, jongen. Dat doen ze niet voor niets. Ik heb tijd besteed, ik heb echt tijd vergooid. We worden echt vergooid. Maar dan maakte ik wel spannende dingen mee. En achteraf denk je dan, wat heb ik gedaan? Maar het was in ieder geval nog geinig. Ja. Maar dit is zo voorspelbaar. Je weet gelijk al van tevoren, oh, er gaat hier de huppeltje-pupse garde zitten. En daar gaat die zitten. En we zijn er weer allemaal. En dan moet je weer naar huis. Kijk, wat je in eerste instantie weet, is dat de eerste zin is die de koning zegt. Of de koningin. Whatever het staatshoofd is. Geachte leden van de Staten-Generaal. Dat zijn de eerste woorden die hij zegt. En ja. Nou, geachte leden van de Staten-Generaal. Hey, meneer Rutte, ik vind je een kutgast. Fuck off. Turken en je Marokkanen en je Geert Wilders. Fik of gewoon, weet je wel. Ja, dat kan je toch niet gewoon maken. Gewoon wegwezen. Je vrouw zit ernaast en je hebt 3 kinderen thuis. Je gaat toch niet als hij dat zou doen, dan is de hele gezinssituatie naar de kut. En een van zijn kinderen die kijkt al zo scheel, net als Christine. Of Marijke, hoe heet ze ook weer? Die was ook zo scheel. Oh, die schelen. Ja, ik ben ook zo'n scheler. Ja, ik ben ook zo'n scheler. Ik bedoel, ik heb ook zo mijn dingetjes gehaald. Ja. Je bent niet zo scheel als zij, maar je hebt wel je issues met je ogen. Absoluut. Ik bedoel,
Je hebt niet voor niets zo'n... hoe noem je zo'n ding ook weer? Een jodenbril. Een oogding, zeggen de Turken. Ja. Want ik heb een oogding. Ik heb geen oording. Dat heb ik niet nodig, overigens. Nee, je hebt een jodending. Een jodending? Hoezo? Een jodending. Omdat Spinoza was een jood en er was een brillenslijper. Wat dan? Wat hebben brillen nou te maken met joden? Nou, dat een heleboel joden die dragen brillen. Want die kunnen lezen en schrijven. Oh, ja. Ja. En tenminste in de middeleeuwen was dat een... dat was toch heel wat als je kon lezen en schrijven. Ja. En daarna werd het normale dat je kon lezen en schrijven. Mm-hmm. He, want steeds meer mensen leren lezen en schrijven. Dankzij, hoe heet die gast ook weer? Newton, ja. Wat? Jij durft het aan om met mij te gaan beginnen over Isaac Newton? Ja. Dat wordt echt een hele leuke... Als je zin hebt... Dan wil ik echt. Ik wil best wel doorgaan over Isaac Newton. Maar we gaan oppervlakkig doen over Isaac Newton. Want dat vind ik echt. Nee, maar waar ik het over wil hebben is Isaac Newton in deze tijd. Hoe ga je om met Isaac Newton in deze tijd? Ik vind het een goeie. Want je valt weg. Ai. Dan valt hij op de grond neer en dan heb ik er verder niks meer aan. Wat, is er iets op de grond gevallen? Nou ja, als ik iets weggooi, dan valt er iets op de grond, toch? Ja, oké. Okay. Hey Marco, even een korte plaspauze. Vind ik ook. En dat wordt dus een kwestie van 10, 15 seconden. En ik doe gewoon even een muziekje opstarten en ik laat de uitzending gewoon doorlopen. Doe dat. 15 seconden. Hola die. Hola die, hola die. Oh, 15 seconden. Oh, 15 seconden. Dat is een kwart minuut, hè? Dat is helemaal verkeerd, Wim. Ja, want dan denk ik, je hebt te maken met zijn neef. Ach. Ja, want zijn neef, die heeft een boerderij. Ah.
Nee, boerderie. Maar nou snap ik het. Nou, oké, okay, jij wil zeggen dat het een boerderie is, maar vlakbij. Ja. De grote velden. Precies. Want, ja, daar is die gewoon bij de grote velden. Je wil het gaan hebben, zei je net, over die man die heet Is het een zak? Nieuwe tonen. En volgens mij is het inderdaad een zak nieuwe tonen. Gewoon Isaac nieuwe tonen. Isaac? Isaac Newton. Ja, maar Isaac is een Joodse naam, hè? Kun je niks aan doen. Isaac. Ja. Wat zou je dan denken van, volgens mijn naam als Isaac Israëls. Veel Joodse kan het niet zijn, toch? Nee, maar zo heet hij toch niet? Hij heet toch Isaac Newton? Ja, maar Isaac Israëls. Dat is ook iemand die in de geschiedenis ook wel iets te maken heeft. Nee, Isaac. Ja, de dingen zijn Isaac. Dat is het Oude Testament. Ja. Maar we geloven er allebei helemaal niet in. En dan gaan we toch... dan ga ik toch mijn microfoon even ophangen. Jij hebt een achtergrond, ik wou net zeggen, de achtergrondruis, jongen, dat is echt abominabel. Ja, daar ben ik achter gekomen. Mooi zo. Maar dat is voornamelijk 50 hertz en dan kun je er gewoon uitfilteren. Ja, dat ga ik lekker voor jou doen. Ik zit hier toch ook helemaal met mijn koptelefoon op en een microfoon voor mijn snuffert. Ik heb ook al mijn kabeltjes hier moeten doen. Nee, maar is dit een stuk beter dan? Mm-hmm. Want ik zit nu een stuk dichter op de microfoon. Als daarnet. Je moet het belangrijke is de. Ja, ik heb er ook mee. Als je te ver van de microfoon af zit, dan gaat de microfoon te veel omgevingsgeluid oppakken. Of is dit het allerbeste? Dit is een beetje dichtbij. Ja, ja, en de rest moet ik zachter zetten. Ja, wat vooral belangrijk is, ik hoor gewoon de. Als je dat eruit kunt filteren, jongen, echt. Waarom zou ik dat doen? Dan hoor je dat, ja. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, want in de jaren 30 hadden ze de werkverschaffing. En dan verzonnen ze gewoon dingen voor mannen om te kunnen doen. Om die mannen een beetje aan het werk te houden. Maar ik heb genoeg te doen. Ik heb helemaal geen zin om te gaan audio filteren. Ik weet gewoon dat als je microfoon op de juiste manier op je oor klikt en je moet gewoon een oortje in of een koptelefoon op, that's it. Je hebt absoluut gelijk. En dan ben je gewoon klaar. Ik heb daar geen extra werk voor nodig, als het goed is. Want het zou zo moeten zijn dat mijn communicatie met jou en jouw communicatie met mij op hetzelfde niveau plaatsvindt. Daar en dat betekent dat onze audiotracks eigenlijk, laat ik dan zeggen, ook natuurlijk heb je dan een threshold en dan zeg ik 44,1 kilohertz als sample frequentie. Ja, waarom, waarom niet, weet je wel? Want mijn punt is en blijft. Dat gold voor mijn vader als kok, hè? Mijn vader was een kok. En die zei altijd, ik wil wel koken, maar dan wil ik wel verse ingrediënten. Ja, je kan van een bedorven, hoe heet zo'n ding, een zwezerik. Weet je, een zwezerik die een beetje ruikt. Ja, als je een beetje knoflook erbij gooit en wat uien eroverheen en wat extra Madeira saus, dan denkt iedereen jam jam. Maar het is niet lekker. En dat geldt ook voor audio. Audio moet met zorg zijn opgenomen. Bij de opname moet de zorg al zitten. En dan de rest ook met zorg. Maar je begint met een zorgvolle opname. Met ingrediënten die gewoon kloppen. Je kan niet al die foutjes eruit halen. Dat lukt gewoon. Dat heb je ook gemerkt met het interview met Joep. Het is heel belangrijk dat die basisaudio klopt. En dat met Joep was moeilijk. Ja, als die basisaudio niet klopt, dat hebben we inderdaad
gemeten de laatste tijd. Van, nou, wat is er nou mis met het interview met Joep? Nou, wat daar mis ging... Ja. Uiteindelijk is dat gewoon de basisradio. Ja, en wat ik dus vond dat er mis ging... Dit is wel grappig, dit nemen we op, maar ik vind het ook wel leuk voor mensen om dat te mogen horen. Is dat ik van ons drieën... Maar ik zat ook in het midden. Ik had ja, nee, jij was het beste te horen. Absoluut. En ik richt mijn stem... En je zit ook in het midden en je zit ook dichter bij de microfoon. Ietsje, maar niet heel veel. Nee, maar dat maakt, kan nog op uitmaken. Mm-hmm. Dat is de richting van je stem. Ik heb toneel gespeeld. Oh, ja. Heb jij toneel gespeeld? Ja. Oh, daar wist ik nog niks van. Oh. En tegenwoordig speel jij Bas? Hoezo? Nou, omdat je vroeger toneel gespeeld hebt. Ja. En nu Bas speelt. Hoezo speel ik nu Bas? Jij speelt een basgitaar? Of wat is dat voor gelul dan? Ik heb een basgitaar. Oh, je hebt een basgitaar? Ja. Maar je speelt hem niet? Nee, dat is niet echt... Ik gebruik hem wel. Ik geloof je niet. Sorry, Perry. Sorry, Porry. Nee, maar... dat is ook op zich van... Jij bent... ben je nou kolonel Sorry, Perry? Of generaal Sorry, Perry? Als je het filmpje terugkijkt... Ik zal er even de luisteraars erbij pakken, maar ik speel gewoon gitaar. Ik weet dat je dat doet, maar je speelt ook bas. Ik kan dat wel, en dat doe je, nee, en dat doe je gewoon. En dat is ook op zich helemaal niks verkeerd mee. Dat zeg ik toch ook niet. Nee, bas in de zin van dat ik subversief werk, bedoel je dan of zo? Nee. Wat dan? Hoezo kom jij op het idee... Dat het dan subversief zou zijn. Ja, de bas die zit onderin. In principe hoor je de bas niet. De bas is niet als instrument aanwezig, behalve... Ja, als hij uitvalt, mis je hem gelijk. Dat is de bas. Ik vind dat de bas altijd aanwezig is. En meestal geeft hij ook aan van... Tom, tur, tum, tur, tum, tur, tum, tur, tum, tum. Nee, van, ja, van een basis... een basisritme, zeg maar. De bas die maakt de swing. Dat is heel belangrijk. Ik ben mijn oude band aan het opstarten. En onze bassist daar... Die heeft er ook, vroeger was dat een leadgitarist. Want in die formatie, met die vier mensen, waarvan ik er één was, was ik eerst de bassist. En hij was de leadgitarist. Zo zijn we begonnen. Ja. En toen is de leadgitarist, die is de bassist geworden. Ik ben de slaggitarist geworden. En Gert van Santen, die ken je. Die is de leadgitarist geworden. Dat was echt zo een kaartje wisselen. Maar de rest van de bende geloofde jou niet meer? Wat bedoel je? Sommige mensen die zeiden van... Nee, ik wil verder met Perry. Ja, het was een kwestie van de instrumenten goed bepalen. Ja, instrumenten. Ja, dat is altijd een goede keuze. Want, ja. En Gert is gewoon echt een hele mooie leadgitarist. Heel erg timey. En René heeft een ontzettend, ook hele goede timing, dat is de bassist. En zijn timing is heel goed. Dus altijd voor de noot, na de noot, maar precies waar je hem wil. Ja? Zo'n rollende bas. Van, als hij begint te spelen, houdt het nummer niet op. Totdat hij stopt met spelen en dan is het nummer afgelopen. Want echt een bassist. Hij legt gewoon de bass. Nee, ja, geweldig. Ik heb wat dat betreft sommige dingen gezien. Mm-hmm. He, dat sommige mensen, die zijn een beetje te traag. Ja, ze zijn depressief, zou ik zeggen. Hey, even terug naar Isaac. Dan hoef je uiteindelijk alleen maar te zeggen van, als je nou gewoon net even iets eerder reageert. Ja, het punt is,
Een computer, hè? Die helemaal vol zit, harde schijf zit propvol, RAM zit propvol. Dan kan je wel zeggen, ja, als je nou, dat doe ik gewoon in plaats van 220 volt, 360 volt. Maar dat helpt geen donder. Hoe heet dat spul ook weer? Latency. Dat moet je aankopen. Latency is er. Kijk maar naar 9-11. Ja, hoe lang duurt het voordat mensen beseffen dat je een gebouw van die dimensies niet kan laten kerstbomen, dingen bij de kerstboomverbranding, zo blubblub. Dat gaat niet. Ja, het moet een keer neervallen. Hoezo? Ja, dat moet een keer. Waarom? Dat weet ik ook niet. Oh, dus ik moet nu onmiddellijk, en jij ook dus, want het gebouw van jou, wanneer gaat het gebouw van jou omlaag, denk jij? Over 125 jaar. Door een vliegtuigje van boze Bosniërs of zo. Nee, maar gewoon door een liedje. Over 125 jaar. Oké, dat is een mooie die jij nou zegt. Dus jouw gebouw houdt het dus nog minimaal 125 jaar vol. En ja. die Twin Towers, die waren gewoon gebouwd voor, ja, dus dat was na 40 jaar. Onvernietigd geworden. Ja, dat is 26 jaar. En ze waren zo, gebouwd om vernietigd te worden. Ja, inderdaad. Maar ja, ik weet ook dat, hoe heet dat ding ook weer, samenzweringstheorieën. Ja, die bestaan verzonnen. Nee, die zijn verzonnen om mensen bezig te houden met onzinnige dingen. Ja. Zoals samenzweringstheorieën. Er zijn helemaal, ja, laat ik zo zeggen, er is maar één samensweringstheorie die een beetje, die wat mij betreft iets van een wortel heeft, een grond heeft er. En die luidt, 2000 jaar geleden is Europa onder de voet gelopen. Door de Romeinen. Babyloniërs. Medo-Persianen, Egyptenaren, zeg maar. Olifanten. Ja. De mensen. Nee, geen olifanten. Nee. Want olifanten zijn. Maar dat is het toch gewoon? Dat is toch niet meer dan dat? Nee, het is een kwestie van dat we dat niet meer geloven. Wat, nou, het punt is, je hoeft niet in de paus te geloven. Want als je namelijk niet in hem gelooft, dan gaat vanzelf je hoofd eraf. Dus ben je gehecht aan je hoofd, heb dan geloofd in de paus. Ja, maar anders gaat je kop eraf, man. Hoe aardig was de paus in het verleden tegen de heretics? Nee, maar hoe kan mijn kop er dan afgaan? Oh, dat kan met een guillotine. Oh, guillotine. Eén guillotine? Ja, één guillotine en dan kunnen we er 1200 van jou choppen. En dan moeten we naar 600 beurten. Als we zin hebben, gaan we het mes slijpen. En als de beul op een gegeven moment voor de derde keer de bijl omhoog moet tillen, dan gaat hij lopen zeiken tegen zijn medewerker en die zegt, pak die wetsteen, want ik sjouw mezelf kapot. Wat? Je bent weer weg, je bent weer ver weg met je microfoon. Ja, goed hè? Maar die gast, die gaat gewoon moe worden. Welke gast? Je beul. Die gast die mijn kop in moet hakken. Je moet even terugkomen. Kan je mic niet terug, jong? Ja, nee, ja, dat weet ik. Ja, ik kom zo met deze bij. Ik heb jou meteen door. Maar je weet dat ik ook... hey, hallo, fuck you. Jij ligt heel ver weg. En... Ja. Ik schrok met de kleren, man. Maar terug naar Isaac Newton. Heb je iets positiefs te zeggen over Isaac Newton?
Ja, hij is dus Joods. Dat, ik neem aan dat jij dat ontzettend positief vindt. Maar behalve dus dat zijn Joodse positiviteit, zie je nog andere positieve dingen aan deze... Punt 1 is dat Isaac Newton, hoewel die een Joodse naam had, was die helemaal geen Jood. Oh, wat heb je nou weer? Oké, hebben we dat weer? Ja, dan heb je dat weer. Dat is een naammaak, Jood. Hij heet Isaac Newton. Net zoals dat... hoe heet die andere gast ook alweer? Albert Einstein. Ho. Ik ga nu echt... Allebei geen Joden. Maar deze tactiek ken ik voor jou. Om te wisselen van onderwerp. Ik wil terug naar deze... ik heb net een vies woord ingeslikt, maar deze... Wat heb ik ooit gehad aan Isaac Nieuwe Ton? Ik vond die oude ton vond ik ook wel best, hoor. Wat is die Isaac Nieuwe Ton? Dat is zo'n... Ik zeg het gewoon toch. Flapdrol. Kijk, je mag mij een eikel noemen. Maar hem minimale flapdrol in mijn ogen. Ik vind het zo lul. Hij is mede verantwoordelijk voor een ontzettend bakkalender. Als ik ook gewoon mijn bek hou en zeg van... Perry, jij bent gewoon wat jij bent. Ja, maar zeg jij dan het positief? Maak jij je maar druk over wat jij je druk over wil maken. Ja, maar zeg jij er wat positiefs? Ik heb helemaal geen zak mee te maken. Met Newton niet? Nee. Met jou niet. Nee, maar het gaat over Isaac Newton. Ja, dat was een van die personen waar ik dan ook van denk van... Ja, maar oké, heeft hij wat te melden? Precies. En wat is jouw mening erover? Nou ja, hij heeft wel wat te melden. Mooi. Dat vind ik positief. Jij neemt me dat is heel simpel, want waar heeft hij het ook weer over? Oh ja, alles valt naar beneden. Met een bepaalde snelheid. En een bepaalde versnelling. Ja. Eenparige versnelling. En daar kunnen we helemaal niks aan doen. Wat zeg je wat? En daar kunnen we helemaal niks aan doen. Want dat zijn natuurwetten. Ja. Maar voor de rest maakt het niet uit wat. En heeft hij de Principia Mathematica geschreven? Ah, volgens mij wel. En hoe kan het dat er na zijn dood een kist met zijn schrijfsels is opgeborgen bij het Vaticaan of zo? En dat werd... een vraag. Kijk, dat weet ik dan weer niet, hè? Ja, oké, maar bij deze dus. Dat weet hij zelf ook niet, volgens mij. Nou, er is van Isaac Newton... Want volgens mij wilde hij helemaal niet opgeslagen worden bij de Vaticaan. Een van de dingen waarvan ik zeg van... Nee. Nee, deze meneer Newton, die wil dat helemaal niet. Die wil niet begraven worden. Ik heb het over die werken die van hem gevonden zijn. Snap je dat ik zeg van, dat is iets wat deze meneer Newton niet wilde. Mm. En misschien een andere Newton in een andere werkelijkheid misschien wel. Maar deze Newton in deze tijd, in deze werkelijkheid, niet. Absoluut. Dat is ook helemaal duidelijk geworden. Toen we dus toegang kregen tot die kist, was echt een kist van 70 centimeter bij 1,20 meter en dan 80 centimeter hoog. Helemaal afgeladen met geschriften van Sir Isaac Newton. En dat betrof alchemie. Hoe groot was hij dan? Zullen jullie dat ik me dat even afvraag van hoe groot was hij dan?
Hallo? Hoe groot was die kist, bedoel je? Nou, hoe groot was die wetenschapper? Hoe groot was Isaac Newton? Ja, of hoe groot was, hoe heet die andere gast ook weer? Die gast in die rolstoel. Ja, nu doe je het weer. Ja, weet ik. Dan verander je gewoon weer van onderwerp. Ik verander niet van onderwerp. Ik wil het niet hebben over Stephen Hawking. Ik ben dingen door aan het ontwikkelen. Uh-huh. Heb jij het helemaal niet door? En maar mijn vraag aan jou is, ik hoor ontzettend veel achtergrondruis momenteel. Zoiets als dit? Ik zeg het maar even gewoon. Ik zit met de headphones op. Ik kan precies horen hoe jouw kanaal binnenkomt. En ik ga die ruis er niet uitfilteren. Er komt een compressor overheen en that's it. Nee, die ga ik niet uitfilteren. Ja, je gaat dan niet die ruis persoonlijk... Kom op, man. Nee, maar dan ga ik dat doen, toch? Dat mag. Dan krijg jij gewoon de audio. Dat vind ik ook een goede deal. Fuck you, weet je wel. Ja. Goeie deal. Heb ik toch ook gezegd? Maar goed, waar ik het over wilde hebben, want jij begon over Isaac Newton. Ik heb hier naast... Isaac. Isaac Newton. Wat? Isaac, ja. Ik heb hier een... Wat? Ik heb hier een boek liggen. Ik geef hem omhoog. Ik heb hier een boek liggen. En dat zouden wij kunnen gaan bespreken. Dat is van Ilya Prigorkin. En dat heet Orde uit Chaos. Orde uit Chaos? Ja. Oh, dat is een heel goed idee. Want je kunt, als het goed is, geen van tweeën uit... Je kunt geen... chaos scheppen uit orde en je kunt geen orde scheppen uit chaos. Nog een keer. Je kunt geen orde scheppen uit chaos en je kunt geen chaos scheppen uit orde. Hopelijk. Of juist wel? Ja, dit boek van Ilya Prigorkin, dat is in het kader van de chaos-theorie van de jaren 80. Kijk eens. Dit is zo. Chaos-theorie. Man. Ja. Wat was dat ook alweer? Ja, inderdaad, het was iets uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Ja, dat lijkt me nogal wieders, ja. De jaren 80 van deze eeuw heb ik het niet over. Nee. Nu klink jij chaotisch. Nee, ik zeg gewoon de dingen duidelijk. Hmm. Maar de jaren 80 van deze eeuw hebben we nog niet meegemaakt. Maar, ik ga die ook niet meemaken. Ik denk We hebben nog niet eens de jaren 20 van deze eeuw meegemaakt. Nee, precies, krijgen we dat ook nog. Ja. En waar gaat het dan om? Nou, we hebben wel de jaren 80 van de vorige eeuw meegemaakt. Waar het om gaat. Maar ze nemen ons niet serieus. Hè, want die kinderen die zeggen van... jullie zijn maar allemaal een stelletje oude lullen. En jullie begrijpen er helemaal niks van. Die moet je gewoon voor de bek rammen. Niet zo over zeuren. Nee, maar dat is wel wat ze over ons zeggen. Mm-hmm. Ze denken dat het een stelletje domkoppen zijn. En daar hebben ze helemaal gelijk in. En als ze daar achter komen. Ik denk niet dat ze daar helemaal gelijk in hebben. Nee, ik denk het wel. Ik denk als je uiteindelijk. Ik vind dat ze daar een stukje gelijk in hebben. Zeker niet helemaal. Ik denk. Als die kinderen erachter komen wie de grote tovenaar is, of de grote klokkenluider, of de grote klokkenmaker, of Allah of zo. Maar op het moment dat je dat onder ogen ziet, nou, zeven kleuren stront, daar smeek je om. Ah, dat is hartstikke mooi. Ja, dat is wat ik geloof. Dan komen ze uiteindelijk allemaal op mij terug. Ja.
En dan zeggen ze allemaal, kan ik bij Utrecht? Ja. Dan zeg ik van, nou, een paar kilometer ernaast, maar... Precies, ja. Je hebt wel een paar kilometer ernaast, hè? Maar in ieder geval wat... Even wel die Hollanders hebben er mee te maken. Ja. Want, ja... Wat die Ilja Priek ook in? Die kunnen niet zo goed. Ben jij de Airborne tocht aan het wandelen of zo? Oh, die heb ik ook nog meegemaakt. Je bent een heel eind. Zit je nou bij Oosterbeek of? Ja, je hebt mij door. Ik ben aan de wandel. Ja. Ah, en soms ben ik een stuk dichterbij dan wat je denkt. Ja. Heb je dan ook weer? Maar soms ben ik ook een stukje verder weg. Maar in ieder geval Ilja Prigogin. Maar kun je me om die tijd verstaan? Ja, alleen de achtergrond ruisen, maar dat klinkt ook wel charmant. Dus... Nee, maar je kunt dat me om die tijd wel verstaan. Dus qua verstaanbaarheid maakt het dus meer. Maar even terug te keren op Isaac Newton voordat we doorgaan met de... Want Ilja Prigogin van de chaostheorie. Dat is een scheikundige. Ja. En die heeft korte metten, die heeft hem afgemaakt gewoon. Ah, nee. Net als Charles Darwin. Charles Darwin, die is gewoon net als... Met die kufte of zo. Maar die is gewoon helemaal gechopt. Gechopt en gegrild, in de rondte gedraaid. Een beetje salade erbij, uitje, alles erop in de rand meneer. Broodje eromheen. Dat was het einde van Charles Darwin. En Isaac Newton... Het einde van Charles Darwin is nooit, heeft nooit plaatsgevonden. Nou, ik heb boeken... Nee, want hij had gewoon uiteindelijk gewoon gelijk. Ademloos ben ik nu. Ja. Er zijn biologische experimenten gedaan die met de theorie van Charles Darwin absoluut niet verklaard kunnen worden. En Hey, Perry, ga je me nou ineens vertellen dat jij een creationist bent? Nee, toch? Nee, ik ben een antisemitist. Dat geloof je zelf toch niet? Ik ben een antisemitist, dat weet je toch? Een antisemitist? Ja, een holocaustontkenner. Een holocaustontkenner? Ja, en ik heb ook les van... Dixilicisme. Hoe heet dat nou? Dixilicisme. Zie je, ik kan het wel, als ik het maar wil, weet je wel. Perry, ik heb voor jou wel een verplossende gedachte. Heerlijk. Je hebt wel iets wat mensen niet serieus nemen. Dat is maar goed ook. Ja. En dat is gewoon dat is jouw persoonlijkheid. Ja, exact. Het allerlaatste wat ik zou willen is dat mensen mij serieus gaan nemen. Dan word ik pas echt bang. Helaas gaat dat niet lukken. Nee, dat is maar goed ook. Ja, nee, maar dat is gewoon dat is lullig voor je. Nee, ik heb het net over opluchting, ja. Opluchtingen. Kijk, een vis springt boven het water uit. Ja. En dan woeie, en op een gegeven moment is het weer plons. Ja, neem mij niet serieus. Ik bedoel, ik kom omlaag zetten. Ga niet denken dat ik gemikt heb op de plek waar ik als vliegvis terug ga keren. Want ik kom er gewoon aan, ja. En dat is gewoon plots. En dan ben ik dood. En dan hoort niemand meer mijn gezeur. Ik ga jou gewoon niet vangen, man. Ach, nee, natuurlijk niet. Maar terug naar Isaac Newton. Even terug. Want jij gelooft toch zelf niet dat iemand die een kist vol met alchemistische bagger heeft geschreven met fantasieën over de planeet Mercurius, die een verbintenis heeft met het element, weet dat ook weer, kwik. En dan ga je allemaal in je keldertje een beetje... En dan schrijf je een kist van vol en in de tussentijd ga je de mathematica... De Principia Mathematica nog een keer schrijven. Terwijl de schrijfwijze
van zijn knap, hele werk. Dat is de schrijfwijze van de differentiaal. Ja, maar dat is knap, hè? Wat knap, hè, dat hij dat gedaan heeft. Hij heeft gejat. Als, vind je dat knap? Nee, maar... Jatten? Als gewoon een foute alchemist, heeft hij toch de juiste natuurkundige principes weten neer te schrijven. Ja. En daarbij is de... Principia Mathematica. En de differentiaalrekening waar het om gaat. Ja, ja. Zoals een wiskundeleraar tegen mij zei. Van, er is mij iets aan jou opgevallen. Want ik mis bij jou een bepaalde wiskunde. Ja. En dat is het ontbinden in factoren. En dat is gewoon de basiswiskunde... die iedereen begrijpt. Ja. Hij zei... jij begrijpt dat niet. Maar wat ik wel bij je zie... zei hij... is dat je die hogere wiskunde... wel begrijpt. En dat is op zich heel opmerkelijk... want... hoe kun jij die hogere wiskunde begrijpen... zonder dat je... de lagere wiskunde begrijpt? Dat komt omdat jou niet goed geleerd is... de tafels van 1 tot en met 12. Oh, ik ken die tafels van 1 tot en met 12, is geen probleem. Die ken je uit je hoofd? 1 keer 12 is 12, 2 keer 12 is 24, 3 keer 12 is 36, ja. 48, wat is de volgende? 60, 72. Ja, gaat goed. Wil je nog verder? Of, 84, ja, en dan 96. Ja, precies. Ah, maar dat is alleen maar de tafel van 12. Die is makkelijk. En dan de tafel ja. van 7, die is... Mijn dochter... Nee, maar de tafel van 15 die is moeilijk. De tafel van 16 die valt ook wel weer mee. Aha. Ja, want die kun je dus ook nog een keertje onders neerzetten. Hoeveel is 16? En dan schrijf je het gewoon in hexadecimaal. Ja, dan wordt die makkelijk. Ja, want dan is 16 is gewoon 10. Dus dan is het 1.100.000. Ja. Dat vind ik ook een mooie. We hebben het nu over Isaac Newton. En over de... Ja, oh ja. Waar ik op terug wil komen. De schrijfwijze voor de differentiaalrekening. Want daar ging het om. Dat was zijn grote ding. En dat de valversnelling 9,8.1 meter per seconde is. Afhankelijk van je breedtegraad. Ja, dat is een ander ding. Dat is een ander ding. Maar dat is een hele kleine modificatie. Hele kleine afwijking met misschien wel hele grote gevolgen. Ja, natuurlijk. Maar in feite, Isaac Newton, wat in die zwaartekrachtwetten, had hij dat best wel goed voor elkaar. Je kan het gewoon zien bij Manneke Pis. Dat monument wat opgericht is ter ere van het kind wat kan plassen. Ja. Ja, dat is heel mooi. En hebben ze echt een monument van gemaakt. Van een leuk klein kereltje dat een plasje doet. En daar kan je precies in zien hoe de valversnelling werkt. Je kan in principe kan je een schoolexcursie van maken. En moet je een iPhone op een statief zetten. En dan moet je er van pakken. En dan moet je ook dan kan je precies de valversnelling zien, hoor. Ja, maar dan krijg je het volgende. Dan... zet je een, hoe noem je dat, een statief neer. Uh-huh. En dan ga je een filmpje maken van Manneke Pis. Ja. En op het moment dat je de knop indrukt van, nou ga ik er een filmpje van maken. Ja. Plaf, krijg je een spot op je filmpje. Want? Ja, zo is Manneke Pis. Dat hij over je heen pist, bedoel je? Ja, dat hij gewoon over je heen pist. Ja, natuurlijk. Want waarom staat er een beeld van een klein jongetje met zijn piemeltje bloot? Ja. Manneke pist, dan denk ik gewoon aan iemand zoals Henk. Die met zijn rollator op weg is naar Sklarendal. En die houdt het niet meer. En die moet eventjes tegen de boom. Ja, dat is dan Manneke pist. Maak daar een standbeeld van. Welke Henk heb je het dan over? Ja, Henk rollator. Die IJzervreter. Die heeft laatst tegen mij... hij schaakt dan wel tegen mij. Ja, natuurlijk. En ik was een mooie mat, jongen. En we kregen de dure stukken van Sander. Ik zat te grabbelen.
Nee, ja, maar kijk. Ja, dat is een mooie pot. Nee, maar weet je wat het is? Ja. Ik hoef niet van jou te winnen. Jij ook niet van mij. Dus wij hoeven ook eigenlijk helemaal niet tegen elkaar te spelen. Ja, behalve dus, dat vind ik een hele goede waar je nou over begint. Hoor. Daar heb ik zoveel discussies over gehad. Want we hebben het ook gehad over vrouwen. We hebben ook een uitzending aangeweid. Maar met de moeder van mijn kind. Die maakte ook bezwaar tegen dat winnaarsgedrag of zo. Haantjesgedrag heet dat dan, hè? Mm-hmm. En ik heb gewoon geleerd van ja, je speelt. En als je alleen maar wint, dan kan je niet meer spelen. Als je wil spelen, ben je echt gedoemd om te verliezen. Dus wat je eigenlijk zegt, is dat je moet verliezen ja. om te kunnen winnen. Om te spelen. Nee, om te kunnen winnen. Ja, ik wil alleen maar spelen. Ja, nou, uiteindelijk wil ik natuurlijk winnen. Dat kan ik leuk vinden. En dat duurt maar zo even. En de volgende keer, dan krijg ik weer ratatatat. Ik wil spelen. Ik wil gewoon spelletjes spelen. En dan kan ik nadenken over een of ander stom beeld met zoveel pionnen en zoveel dit en wat ga ik doen. En dan denk ik in ieder geval niet na over andere dingen. Ik kan ook wel de hele dag lopen nadenken over is het de nieuwe wereldorde of de middelbare wereldorde of de oude wereldorde. Dat is een hele goede vraag. Ja. Daar gaan we het over hebben. Ja, een volgende keer. Maar een volgende keer, precies. En over Isaac Newton, wat ik dus vind, ik heb die man echt bestudeerd. En ik denk dat zijn mathematica, zijn principia mathematica, dat werk, dat is gewoon geschreven door een clubje jongens. En hij was gewoon een aristocraat en die zat een beetje te spelen met scheikundige stoffen en te filosoferen over dat alles wat boven, dat is ook beneden. Hij stonk, dat wil je niet weten. Is dat zo? Ja. Waarnaar, alle mensen in zijn tijd stonken, dus... Uit zijn oksels bedoel je? Nou, niet alleen uit zijn oksels. Ook zijn derde oksel. Uit al zijn gaten stond hij. Want dat deden de mensen in die tijd. Konden ze niks aan doen. Oh, is dat zo? Ja. Ga jij maar eens 3 weken op een roeiboot zitten, of een zeilboot. Ja. En... Denk dan maar eens na of je dan wel of niet ruikt. Is er iets van water in de buurt? Zoutwater. Ja. En is er ook iets meegenomen in de zin van zeep? Iets in gewoon een stukje zeep? Nee. Nee, daar hebben we niet aan gedacht. Oh, dat was uit de tijd van Adam sloeg Eva met de suikerbieten voor de kont. En dat heette wel seks. Goed op de bek dan, hè? En lekker veel parfum. Ja, ik vind het gewoon helemaal niks. En ik geloof dus niet, ik geloof dat die principia mathematica, dat dezelfde kwaliteit is als de werken van Mozart. En schutspeer, Shakespeare, Athena. In zekere zin, de principia mathematica zijn misschien nog wel grotere werken dan werken van Mozart. Ik weet het niet, want het stelt. Het enige wat ik ervan weet is dat ze werken het begrip. Eenparige versnelling en aantrekkingskracht, de law of attraction, hebben ze uitgewerkt. Daar hebben ze een Hamiltoniaanse formule van opgesteld. En dat is heel leuk voor ons, want wij kunnen daarmee bijvoorbeeld elektronische schakelingen, als daar een resonantiefrequentie in zit, die kan je van tevoren uitrekenen. Hoe oude Grieken ook alweer lang uitgevonden hadden? Weet ik veel. Ja, maar snap je wat ik bedoel? Van dat die oude Grieken hadden het al lang uitgevonden. En dat die moderne Engelse wetenschappers... Ja. Hoe weten wij ook?
Maar wat mijn... Dat is, ja, zo, ik weet het ook. Komt de ME bij jou binnenvallen? Of het, rijdt er een vrachtwagen langs? Nou, dan zal er een vrachtwagen langs gekomen zijn waar ik niets van gemerkt heb. Voor een ontzettende... Nou, dat is toch best wel gek, want... normaal gesproken zeg ik van, oeh, er komt hier iets langs. Aha. Ja, en ik woon hier, dus ik zal het wel in de gaten hebben, denk ik dan. En ja. Dat als er hier iets langs komt. Maar dan komt een vraag. En dan hoor jij niks. Hoe heet die Duitser ook alweer met die Engelse naam? Eén steen. One stone of zo heet hij toch? Oh, je bedoelt die harsroker. One stone. One stone. Nee, maar je bedoelt die huisroker? Ja. Die met het goede haar. Ja, precies die. Stoeltjes. Nee. Zijn voornaam was Albert. Albert One Stone, toch? Albert Puntnuts. En dat vind ik een eikel, jongen. En dat vind ik ook precies hetzelfde als met Isaac Newton. Ja, Albert Puntnuts, toch? Ja, oké, okay, maar even teruggekeerd op Isaac Newton. Maar het principe in mathematica... Nee, want Albert Puntnuts is eigenlijk een kabouter. En dan ook nog van een bepaalde soort. En dat zijn de kaalkoppies. Dat is eikels, bedoel je? Kaalkopjes. Eikels. Nee. Ja. Nee. Bob Marley heeft ook zo'n mooi nummer geschreven over de Crazy Bullet Heads. Maar Bob Marley weet niet eens wat kaalkopjes zijn. Nou, hij heeft er wel iets van geleerd. Dat geloof ik wel. Hij heeft al iets met ballenstoeltjes te doen. Weet jij nog die band? Eigenlijk wel een soort kabouter, hoor. Ja. Hij weet niet zijn kaalkopjes. Nee. Mooi. Een goede conclusie. Mijn vraag. Weet jij nog die band Milli Vanilli? Eind jaren 80, begin jaren 90. Oh, die band die niet bestond? Ja. Want, jij weet er dus van. Ja is genoeg als antwoord, meneer de rechter. Ja. Nou, dat was dus een team. Ja. Ja. Nou, wat ik je zeg, is dat Isaac Newton, dat was een team. En hij mocht dus, volgens jou stonk hij. Maar hij was gewoon een idioot, die was bezig met scheikunde in een kelder. Jij zegt dat de theorieën van Albert Einstein, dat die ook kloppen. Precies, dat is exact hetzelfde verhaal. Albert Einstein, je had een 7 voor natuurkunde. Nee, ik heb het niet over Albert Einstein. Ah. Ik heb het over zijn, of dat familie is nog wel duidelijk. Hey, Albert Feinstein? Geinstein. Ah, Geinstein. Ja, zo noemen ze hem ook wel. Het is een uitspraak van Jezus. Op jou, Petrus, bouw ik mijn kerk. Hè? Ja. Op jou, olifant, bouw ik mijn piramide. Maar Einstein heeft ook helemaal niks. Er was ook een team van mensen. En hij was een soort Pim Fortuynische woordvoerder. Die heel netjes deed. Dus hij is niet omgelegd. Aan Einstein. Ik wil ook aan iedereen bedenken. Ik weet dat jij niet van plan bent om de volgende Pim Fortuyn te gaan worden. Maar als iemand naar mij luistert die denkt. Nou, ik wil wel de volgende Pim Fortuyn worden. Dan moet je dat alleen maar doen als je wel uiteindelijk ook meewerkt. Niet op het laatste moment dwars gaan liggen, want dan ga je gewoon op het Hilversum Dingenspark. Nee, maar als je een nieuwe Pim Fortuyn wil worden, dan moet je wel gaan dwars liggen. Ik zou er echt mee oppassen, hoor. Nee, maar ik denk dan, meewerken. Hallo. Dat deed Pim Fortuyn nooit. Dat is ook een beetje zijn ding geweest.
Ja, ik ga gewoon een beetje niet mee bij zitten werken. Ja, dat is allemaal best. Alleen, het is net als met pokeren. Je kan wel bluffen. Maar je moet er wel rekening mee houden welke kaarten nog in de stok zitten. Ja, als iemand een aas in handen heeft of whatever, ja, dan ben je mooi. Dan kan je wel lekker bluffen. En mooi uitspelen en al je chips er tegenaan smijten. Maar aan het einde van de rit, dan gaat hij er vandoor. En dat was het fout van Pim. Dat was de inschattingsfout die Pim Fortuyn gemaakt heeft. En ik ben helemaal niet tegen homo's of zo. Mensen zeggen er wel eens van. Dat je kritiek mag hebben op Pim Fortuyn. Ja, het gaat me helemaal niet om die man zijn seksleven. En hij was ook katholiek ook nog. Maar dat maakt er niet uit. Wat gebeurt er allemaal? Is het, word je nu echt aangevallen door de ISIS? Nee, ik heb toevallig een. Ja, ik zet nu even mijn koptelefoon weer even opnieuw op. Acties tevoren. Ja. Dus, ben ik weer te verstaan? Ja, Nu is de achtergrondruis in één keer weg. Ja, maar dat zijn van die dingen die gebeuren. Uh-huh. Dus alle achtergrondruis weg. Ja, nu is het echt heel stil. Er zit wel een je hebt een krakkabeltje volgens mij. Er zit ergens een. Nee, dat bedoel ik niet. Echt, als je een beetje beweegt, hoor ik in het kabeltje een krak. Toch wel? Ik ben nu even heel heftig aan het bewegen om te kijken of dat zo is. Van, is dat echt dus door het kabeltje waar dit gaat geweldig. De audio doorheen loopt, ja. Als je me nog kunt verstaan. Dit gaat echt geweldig, dit gaat prima. Nee, maar ik ben aan het heen en weer schudden tussen, zoals nu. Hè. Hoor jij nog verschil? Dit gaat prima. Of gaat dit nu, gewoon goed? Nu hoorde ik, net hoorde ik een knek. Eventjes. Ja, net hoorde ik eventjes. Oké, dat is even iets wat ik dan ook wel wil horen, want dan begrijp ik ook dat... Ja, alles. De hele connectie moet goed zijn. Ja. Om elkaar te kunnen verstaan, toch? Ja, en dat onze verstaanbaarheid wederzijds is. Dat die in balans is. Dat die in balans is en dat daarmee andere mensen ook het idee hebben dat wij over serieuze zaken praten. Mm-hmm. Want als ik. Plotseling even dit soort stemmetjes ga doen. Ik ben natuurlijk bezig met een wielerwedstrijd. Ja, en maar dan snap je. Nu kom je heel goed door, ja. Dan snap je dat mensen me wel... Kijk, voor de grappen kan ik het wel doen. Mm-hmm. Want ik ben per slotverrekening even in Terschelling. En dan ben ik bezig met een bergklassement. Mm. Een bergklassement in Terschelling. Nou, oké. Maar je snapt wat ik bedoel, dat ik zomaar gewoon even een andere stem kan doen. En dan ben ik gewoon in Terschelling aan het vissen. Ja. En dan maak ik helemaal geen reuk uit. En dat is toch gewoon een bergetappe, vind ik hoor. Ja, nee, dat is behoorlijk. Hè. Dat is duinrit. Mm. Nou, dat moet je niet onderschatten. Leuk, ik ga deze... Ik heb ook zoiets van, we moeten niet te veel naar die duingast luisteren. Duingast? Wie is dat? Die duingast, ja. Nee, want ik ken hem. En hij wil de hele tijd alleen maar die duinen zijn. Nog een keer. Dat is een interessante, waar je nou mee komt. Hij wil alleen maar in die duinen rijden. Ja. En hij probeert alleen maar... Oh, dat is een duingast. Dat is een... Duingast, ja. Ja, precies, ja. Dat ben ik. Oh, jij bent de duingast? Ja, natuurlijk ben ik die duingast. Oké. Ken je die duingast niet aan? Ja, alleen ben je over de duin heen.
Ja, oké. Okay. Down Rider. Ja. Ja, verhaal. Ja, precies. Ik snap hem. Hartstikke goed. Nee, dan ik ga deze nou afsluiten. Nee, we doen even een nette afsluiting. Nee, Perry. Ja. Perry, was ik goed dat we kunnen tegenkomen zijn. En we praten verder, toch? Oké, okay, nou mensen, Marco die blijft nog even hangen voor de nabespreking. Dat begrijpen jullie wel. Oké. Ja. Moet ik dat weer doen? Ja, dat is met mij. Je valt me nu in. Dit is een hele leuke afsluiting. Nou, dag mensen allemaal. En op z'n Duits zeg ik. Nee, ik sluit hem even af. Jij moet dan sluit niet jij weg. Hem even af. Ik ja, maar jij moet aan de lijn blijven. Sluiten. Ik doe de opname even stil. Ik zet mijn koptelefoon af en je zoekt het maar uit. Maar blijf aan de lijn.